Nou, Emiel, je hoeft je nooit meer in de toekomst af te vragen of ze jou nog eens onder valse voorwenselen op deze dag naar de kerk gaan lokken. Nee, daar hoef ik me niet meer angstig voor te maken. Had je een idee vandaag? Nee, echt niet. Nee, het is, ik kreeg ik geloof al een week of 3, 4 geleden van Inge de vraag. En het klonk ook allemaal logisch. Zoveel wil jij sfeerfoto's komen maken, want we kunnen de kerk niet vol hebben. Dus Mike die maakt zeg maar de statiefoto's en wil jij een sfeerreportage maken. Gewoon nou, in opdracht heel van de gemeente Leiden. Ja, het klonk heel aannemelijk, vond ik. Nou, dat was nog een lekkere klus ook. 28 lintjes maar liefst. Ja, en dan ook nog helemaal verdeeld in drie rondes waren het, hè? Ja, we zijn om 9:15 begonnen vanmorgen. En ik weet niet hoe laat het is nu, 2 uur. We zijn nu net een paar minuten geleden klaar. Ja, en toen was het klaar? Het was bijna klaar. En toen kwam eigenlijk de grote verrassing inderdaad. Ja, want toen kwamen jouw zoon en je broer. Die zag ik nog niet. Oh, die had je nog niet door? Nee, ik stond alleen heel raar te kijken, want er stond nog één tasje. En bij mijn weten hadden we iedereen gehad. Maar ik denk, nou, dan heb ik me vergist. Dus En toen opeens kwam alles aanlopen. Ja. Heeft u nog een beetje in het hoofd waarvoor allemaal die deze onderscheiding nou kreeg? Nou ja, voor bijna alles wat hij doet en is natuurlijk. Allereerst heel belangrijk wat hij als Leidse Glibber doet. Hij heeft het positieve nieuws min of meer tot kunst verheven. En we zijn zo erg gewend dat in de krant altijd de ellende voorop staat. Hij toont altijd de blijheid van mensen, het mooie van Leiden en de positieve kant. En dat is fantastisch. Daarnaast heeft hij nog een heleboel dingen gedaan als vrijwilliger. In buurten, voor de marathon. Een popmanifestatie waar hij een aantal keren aan heeft meegewerkt. Er zijn nog een heleboel praktische dingen. In allerlei besturen heeft hij gezeten. Maar ik denk dat we hem toch vooral in ons hart hebben gesloten als Leidse Glibber.